en met een punt naar huis. Tevreden mee of wat is je gevoel? Ja, uiteindelijk wel tevreden. Ik denk een wedstrijd met twee gezichten, denk ik. De eerste helft waren wij niet best. Heel slordig. Tweede ballen waren allemaal van Hoek. Hoek was gewoon beter. En ja, de tweede helft draait compleet om. We wisten niet waar ze moesten zoeken. Je maakt dan twee goede goals nog. We hebben eigenlijk misschien nog één kans gehad, maar dat pakte niet goed uit voor ze. En ja, wij hebben eigenlijk nog de kans gehad om te winnen met Kian. Dus uiteindelijk, als je het kijk, betrekt, op het hele wedstrijd betrekt, is het gewoon 1-1 eigenlijk een goed punt voor ons aan onze kant, denk ik. Hoe verklaar je dat verschil tussen de eerste 45 en de tweede 45 minuten? Ja, dat zat trainer net ook in de kleedkamer nog van. Dat ze moeten het toch even over hebben. Want het, iedere keer de eerste helft is het niet goed. En de tweede helft kunnen we het in één keer wel. Het lijkt of iets moet gebeuren. Dat wij dan denken, oh ja, nu moeten we aan de bak. Dus ik denk als je dat, ik denk als wij de eerste helft zo spelen als de tweede helft, dan win je hier gewoon. Ja, eerste helft, wat ging er niet goed? Ja, ik bedoel, wie het heeft gezien, wie hier was, heeft het misschien gezien. Maar hoe voel je dat in het veld? Ja, ik denk dat de eerste 20 minuten, 25 minuten, dat ging gewoon heel slordig. Als je ziet, balletjes over de zijlijn, over 2 meter. Tweede duels, waren, alle tweede ballen waren voor Hoek. Ja, als je de tweede bal niet wint, dan loop je eigenlijk alleen maar achter het feit aan. Ja, en natuurlijk, ze maken al best snel de 1-0 en ook best snel die 2-0. Ja, dan loop je achter de feit aan. En ze waren comfortabel aan de bal. We moesten even zoeken met die nummer 10 en met die spits. Maar op een gegeven moment, de laatste 20 minuten, eigenlijk begonnen wij te voetballen. En hadden hun ook weer minder kansen. Dus vanaf dat moment stond het goed. Alleen je staat 2-0 achter. Je gaat met 2-0 de rust in. Dus je weet dat tweede helft moet je vol gas. Nou, dat hebben we denk ik hartstikke goed gedaan met de club. Terwijl je tweede helft, je staat gewoon hetzelfde als voor rust. Tactisch is er weinig omgezet. Ja, het is denk ik gewoon een beetje misschien de schroom van ons afgooien. Dat zei trainer ook wel eens. De eerste helft is gewoon nog een beetje gelaten. Het is een beetje kijken wat Hoek doet in plaats van ons eigen spel spelen. En vanuit daaruit uit gaan voetballen. En ja, het is nu gewoon een beetje statisch ook. Weinig beweging. Iedereen lijkt wel een beetje onder spanning. Dat moet gewoon van ons afgooien. Want we hebben een hartstikke goede ploeg. We kunnen echt wel meedoen bovenin dit jaar. Ik ben er heel erg van overtuigd. Dus ik denk als wij dit eerste helft aanpakken, zoals we deze tweede helft van dat doortrekken, krijg je een mooi seizoen. Begin van de tweede helft heb je al een paar grote kansen op die, de aansluitingstreffer 2. En die valt niet. Uiteindelijk duurt het heel lang voordat die wel valt. Heb jij constant vertrouwen gehad dat die ging vallen? Ja. Wij zaten eigenlijk continu te drukken. Hoek wist, kwam er niet uit, ook niet met in de counter. Dus ja, hij ging wel vallen. Het is alleen frustrerend dat hij iedere keer net dichtbij is en toch niet. En dan valt hij bij Henny. En toen zag je bij Hoek ook de kopjes naar beneden gaan. Ja, en dan valt hij met tik, belt hem gewoon fantastisch binnen. En dan heb je nog met Kian die laatste. Nou, ik telde hem al. Heb je dan nog een kans op de winst? Dus nee, ik had wel de hoop. Echt de hele tweede helft had ik het gevoel van, we komen nog wel. Dat hebben we tegen Goes laten zien. Tegen Sedoko. Dus dat zit in die ploeg. Karakter zit in de ploeg. Die 2-2, je hebt de rol van Bentham. Jouw vrije trap. Wat is je bedoeling met zo'n vrije trap? Ja, het is gewoon hard snel aansnijden. Dus eigenlijk als je niemand hem raakt, dat hij ook op goal gaat. Dus voor keeper is gewoon bloedvervelend dat er natuurlijk allemaal spelers voor lang schieten. Bentham hoeft maar aan te tikken en die keeper staat op verkeerde been. Ja, daar train ik ook op donderdag. En vandaag ging het hartstikke goed, de corners, vrije trappen. Dus heel blij mee.